Ja mensen, het is weer zover. Het legendarische item 60 seconden Ghost Politics. En vandaag, en ik mag toch wel zeggen dat ik heel vereerd mag zijn, dat ben ik ook echt, sta ik gewoon in zijn kantoor, zijn office. Lijsttrekker PvdA, Mr. Lodewijk Asscher. Hi. Wat fijn dat we even mogen komen. Heel leuk dat je er bent. Dus hier gebeurt het allemaal, die belangrijke bespreking. Hier gebeurt het. Geheime onderhandelingen, tot diep in de nacht. Dit is de plek. Ik sta hier gewoon. En ik ben gewoon rustig. Kijk, ondanks alles. Tot nu toe ben je rustig. Mag ik meneer Asscher zeggen of moet ik Lodewijk zeggen? Je moet Lodewijk zeggen. En je of jij? Nou, doe maar jij. Jij. Nou, wat leuk dat jij ons ontvangt. Ja. We hebben hier dus een heleboel vragen. Het is de bedoeling dat je zoveel mogelijk vragen beantwoordt in die 60 seconden die we hebben. Okay. En wat is het record? Op dit moment staan we op 11, hè, met Jesse Klaver van GroenLinks. Dus ja, er kan er van alles gebeuren. Goed zo. En het is niet alleen de snelheid dat telt, maar ook het aplomb waarmee het gebeurt. Ja, ik begrijp het. Een testvraag, is dat goed? Ja. Lievelingskleur? Groen. Qua aplomb? Kijk, ja, nee, heel mooi. Heel mooi, heel goed. Dan hebben we hier een digitale klok, links. Hij is levend en wel. En de 60 seconden gaan nu in. Hoe is het? Goed. Met welke collega-politicus drink je het liefst een biertje? John Kersens. Ik ga antwoorden. Dropjes of chipjes? Dropjes. Wat heb je altijd in de auto liggen? Mijn telefoon. Welke politicus vind je zo goed dat het jammer is dat hij of zij geen lid is van de PvdA? Obama. Smurfen of troetelbeertjes? Troetelbeertjes. Zit je vaak op je telefoon te spelen in de Tweede Kamer? Ja. Liever altijd broek verkeerd op aan of nooit meer aardbeien eten? Broek verkeerd. Ik check het meteen even. Moussaka of bratwurst? Moussaka. Wat staat er op het aanrecht? Een koffiezetautomaat. Met wie zou je het liefst een coalitie vormen? GroenLinks, SP, D66, CDA. Wat is je favoriete plaat van... Ja, dat zijn 5 antwoorden. Hou je aan. Wat is de favoriete plaat van Usher? Yes. Flaflip of crème brûlée? Crème brûlée. En van wie had je vroeger een poster boven je bed? Michael Jackson. We zijn er doorheen. We zijn er doorheen. We hebben er 14 op het klassement. 14. Tot dusver. Bovenaan. Lodewijk Asscher. Wat gaat er doen? Ja, ik voel me geweldig nu. Maar er kan nog van alles gebeuren. Want ja, voordat je het weet, hebben we weer een volgende lijsttrekker hier in het 60 seconden quiz gebeuren met vragen en zo. Sterkte. Tot dan. Bye bye man. Bye bye. NPO Radio 2.